Wie met grote spoed een reisdocument nodig heeft en niet op de gemeente kan wachten, kan als uiterste redmiddel bij de marechaussee terecht voor een noodpaspoort. Maar daar komen de laatste tijd opvallend veel Almeerders aan de balie. Het bleek dat ze worden doorverwezen door de gemeente. En daar is de marechaussee dan weer niet zo blij mee. En dan naar Lelystad. Daar rijden fietsers steeds een fuik in. Ik ben inmiddels al een keer of drie dit gebouw rondgereden en ik zie geen uitweg. En ik zit erover te denken om 112 te bellen eigenlijk. Ja, vanwege werkzaamheden bij Porteum geldt er een omleidingsroute, maar die blinkt niet uit in duidelijkheid. En Mo Hersi staat al anderhalve week in de reuniestand bij ons op tv. Hij zat 25 jaar geleden in de topsportklas van het Egnaton in Almere en ontmoet zijn klasgenoten van toen. Vandaag heeft hij afgesproken met schaatser Martine Dijkstra. Het is dinsdag 13 juli. Dit is Flevoland. Goedenavond. De marechaussee is niet erg gelukkig met de gemeente Almere, die haar inwoners naar de militaire politie doorstuurt voor nooddocumenten. Tot zeker het einde van deze maand kunnen Almeerders niet meer bij burgerzaken in Almere terecht voor het aanvragen van een paspoort of een ID-kaart. En dat merken ze bij de marechaussee. We merken toch wel dat het een stuk drukker is. Vorige week hebben we op Schiphol alleen al bijvoorbeeld 230 documenten uitgegeven. En in de COVID-periode was dat misschien 1 à 2 per week. Dus we merken dat het een stuk drukker is dan onze balie. Ja, en dat is in het algemeen? Of merkt u ook dat het echt mensen uit Almere zijn? Nou ja, we zien in de zomermaanden dat het natuurlijk altijd drukker is met reizigers. Maar we merken dat toch een groot deel van deze reizigers uit Almere komen. Want vorige week zei de gemeente Almere dat het tot minimaal augustus niet mogelijk is een identiteitsbewijs of paspoort aan te vragen. Dit vanwege de zomerdrukte en IT-problemen. Nu reizen weer mogelijk is, gaan meer mensen op vakantie in het buitenland. Maar hun paspoort blijkt inmiddels verlopen te zijn. En dus moet er snel een nieuwe komen. De Koninklijke Marechaussee kan dan uitkomst bieden, aldus de gemeente. Maar zo werkt het niet helemaal. Zo werkt het niet helemaal, nee. We kunnen natuurlijk niet de gemeente vervangen als uitgever van paspoorten of ID-kaarten. Het enige wat wij als marechaussee kunnen doen, en dat is onder strenge voorwaarden, is een nooddocument uitgeven. En dat is dan specifiek voor een bepaalde reis. Dus het nooddocument is dan alleen geldig voor die reis. En daarnaast is het niet te gebruiken. Dus het is geen vervanging van een reguliere ID-kaart of paspoort. Het is ook niet gegarandeerd dat het aanvragen van een nooddocument bij de Koninklijke Marechaussee lukt, waardoor een geplande reis niet door kan gaan. Wij moeten wel de identiteit kunnen vaststellen van degene die voor ons staat. En normaal doen wij dat met een uitreksel van de basisregistratie personen. Dat is een document eigenlijk van de gemeente. Nou ja, die geeft de gemeente op dit moment ook niet uit. Dus die geeft Almere niet uit. Dus wij moeten op een andere manier de identiteit kunnen vaststellen. Ja, dat kan bijvoorbeeld met een rijbewijs. Misschien is er nog een verlopen document. Maar kinderen bijvoorbeeld moeten ook een eigen document hebben. En het kan voorkomen dat een kind bijvoorbeeld nog geen eerder document heeft om te overhandigen. Ja, en dan wordt het voor ons heel lastig om de identiteit vast te stellen. En kan het zo zijn dat we diegene niet kunnen helpen? Een nooddocument kan alleen op de dag van vertrek worden aangevraagd. De korte termijn en de onzekerheid of een reis nog wel door kan gaan zorgt voor veel stress bij de reizigers die zo'n document nodig hebben. Mensen zijn vaak in paniek, weten misschien niet of ze op reis kunnen of niet, of hun vakantie wel doorgaat. Dus mensen zijn toch vaak gespannen. Dat merken we ook aan de telefoon, dat mensen huilend opbellen bijvoorbeeld. Ja, mensen zijn toch in paniek. In het water van het Ramsdiep bij Schokkerhaven is een lichaam gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens de politie werd de melding gedaan door de opvarende van een zeilboot. Een helikopter is ingezet om de vindplek in kaart te brengen. Op de dijk ter hoogte van de Palenweg was de politie met meerdere auto's aanwezig. Een schip van Rijkswaterstaat heeft geholpen bij het onderzoek. Het smokkelen van vluchtelingen tussen Frankrijk en Engeland door ze in bootjes het kanaal over te laten steken. Daarvoor is een 38-jarige vrouw die woont op het AZC in Luttelgeest vandaag veroordeeld. Ze krijgt 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. 2 andere mannen moesten 6 jaar en 1,5 jaar de cel in. Haar echtgenoot, die justitie als de hoofdverdachte ziet, verschijnt later voor de rechter. In een caravan trof de marechaussee eind vorig jaar reddingsvesten aan. En ook rubberboten en buitenboordmotoren zijn in beslag genomen. De spullen zijn hier in Nederland aangeschaft door de mensensmokkelaars. Zo werden de rubberboten gekocht op Marktplaats. Vervolgens werden ze, 1 keer in een caravan, richting Frankrijk vervoerd.
Volgens de rechtbank wisten de verdachten goed waar de spullen uiteindelijk voor gebruikt werden. Namelijk om migranten de oversteek te laten maken tussen Calais en Engeland, het kanaal over. Een gevaarlijke tocht waar de vluchtelingen veel geld voor moesten betalen. En de rechtbank neemt het de verdachten kwalijk, a, dat ze mensen smokkelden, maar ook dat ze die mensen in gevaar brachten. De bootjes waren namelijk helemaal niet geschikt om het kanaal over te varen. Het waren boten die bedoeld waren voor tochtjes op rivieren, niet op volle zee. Opsporingsdiensten in Nederland, België, Frankrijk en Engeland hebben samengewerkt om de mensensmokkel stop te zetten. Het gaat om een grote zaak waarvoor ook in andere landen mensen zijn gearresteerd. De rol van de vrouw die woont op het AZC in Luttelgeest is een stuk kleiner dan dat van haar medeverdachte. Daarom krijgt zij een voorwaardelijke celstraf. Dat betekent dat ze alleen de gevangenis in moet, mocht ze nog een keer de fout ingaan. Het is haar echtgenoot geweest die haar heeft meegezogen in alles, zo oordeelt de rechtbank. En dat werd ook duidelijk bij de zitting 2 weken geleden, waarbij de man aangaf: eigenlijk bepaal ik alles en mijn vrouw heeft niks te vertellen, zo vertelde de geboren Iranier. Alleen als het aankomt op het huishouden, ja, dan mag mijn vrouw iets zelf beslissen, maar al het andere, dat bepaal ik voor haar. De hoofdverdachte heeft tijdens de zitting aangegeven de rechter te wraken, omdat hij hem niet onpartijdig vindt. Daardoor heeft zijn zaak vertraging opgelopen. De mannen die 6,5 jaar cel hebben gekregen, waren familie van hem en woonden in Zutphen en Milsbeek. Mojo, de organisator van festivals als Lowlands en Down the Rabbit Hole, hoopt door intensieve gesprekken met onder andere het ministerie te bereiken dat de festivals toch door kunnen gaan. Entertainmentbedrijf ID&T en 30 andere bedrijven spanden gisteren een kort geding aan tegen de staat vanwege de afgekondigde coronamaatregelen. Mojo sluit zich niet aan bij dat kort geding en kiest voor de diplomatieke weg, maar benadrukt wel dat de maatregelen onwerkbaar zijn. Door de nieuwe maatregelen zijn evenementen zonder zitplaatsen tot 13 augustus niet meer mogelijk. Dat geldt dus ook voor de festivals. Voorlopig zit er voor Lowlands niets anders op dan door te gaan met de voorbereidingen tot er meer duidelijkheid is. 13 augustus wordt er weer gekeken of evenementen dan zijn toegestaan, meerdaagse evenementen. Onze poorten die gaan 6 dagen later open. Nou ja, en jullie kennen Lowlands, het is gewoon een stad die daar staat, gigantisch. Je kunt niet alle mensen zo lang aan het lijntje houden tot 6 dagen van tevoren. En dat gaat niet alleen om de bezoekers natuurlijk die willen weten waar ze aan toe zijn, maar ook om leveranciers die heel veel mensen hebben vrijgepland om bij ons te werken, materialen vasthouden. Het gaat om artiesten die willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. En dat kun je niet 6 dagen van tevoren nog eens beslissen. Als jullie dus nu al zeggen van als we dat op 13 augustus pas te horen krijgen en het blijft zoals het nu is, dan gaat Lowlands gewoon niet door. Dat kan dus niet. Nou, wij zetten alles op alles om natuurlijk gewoon door te gaan. En op dit moment bereiden we ook voor alsof het gaat plaatsvinden. Sterker nog, vanmorgen hebben we weer een nieuw programma aangekondigd. Mm-hmm. Want we moeten gewoon door. We kunnen nu niet stilstaan. De politie en het Openbaar Ministerie hebben in Almere voor ruim 5 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Volgens de politie waren deze cryptovaluta aan het licht gekomen in een onderzoek naar illegale medicijnhandel, witwassen en fraude. In verband met de zaak werd op 2 juli een inval gedaan in de Novemberstraat in Almere. Een 40-jarige man en een 39-jarige vrouw uit Almere zijn als verdachte aangehouden. De politie zegt op dit moment geen nadere mededelingen over het onderzoek te kunnen doen. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten tot hun zaak door de rechter wordt behandeld. Vervoersbedrijf Connection is gisteravond overrompeld door grote drukte bij pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen. Op beelden van website loopings.nl is te zien dat mensen zich als sardientjes in een blik in een bus van de Walibi Express proppen, uit angst dat ze de laatste bus missen. Mensen in de bus klaagden via de sociale media dat veel passagiers niet het verplichte mondkapje droegen. Een woordvoerder van Connection bevestigde overvolle bussen, maar benadrukt dat de chauffeurs geen handhavingsplicht hebben voor de coronamaatregelen. Fietsers bij Porteum in Lelystad rijden daar de laatste tijd onnodig veel rondjes. Sinds de bouw van de nieuwe schoolcampus zijn er bij het werkterrein omleidingen voor fietsers en die zijn niet heel duidelijk. Fietsend van de Tjalk naar de Waterwijk in Lelystad, dat was altijd heel makkelijk, maar nu even niet. Met de bouw van het Porteum betekent dat er hier nogal wat omleidingen zijn. Dus er staan overal bordjes met omleiding. Ik probeer in de Waterwijk terecht te komen. Eens kijken hoe dat gaat. Bij SG De Rietlanden staan bordjes hoe je moet fietsen. Maar de omleiding blinkt niet uit in helderheid. Nu kon je altijd van de Tjalk naar de Waterwijk door bij De Rietlanden even over te steken.
En dan kon je hier zo'n fietsbrug op. Alleen, ja, het hek zit dicht. Dat is niet handig. Vanaf dat hek is het nogal onduidelijk welke kant je dan wel op moet. Er komen een paar fietsers aan en ook zij twijfelen hoe ze moeten fietsen. We staan helemaal stil. We gaan weer verder zoeken hoe we er ginds kunnen komen. Ja, ik ben nou inmiddels al een keer of drie dit gebouw rondgereden en ik zie geen uitweg. En ik zit erover te denken om 112 te bellen eigenlijk, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Maar goed, we zullen het nog een keer proberen. Misschien vinden we nog ergens een gaatje. En in het andere geval klim ik, dan klim ik gewoon over het hek en dan bekijken ze het maar. Van de Tjalk naar de Waterwijk, hoe moeilijk kan het zijn? Met een beetje zoeken zie ik achter de bosjes een ander bord. Nou, als je nou echt arendsogen hebt, dan zie je dat daar een bordje Centrum staat, helemaal verstopt achter de bossages. Er staat op Centrum en ik moet naar de Waterwijk. Ja, het lijkt de enige uitweg, dus ja, die doe ik dan maar. In die richting Centrum wordt het er niet echt beter op. Integendeel, want hier ligt alles opgebroken. En ik blijk niet de enige fietser die verloren op zoek is. Nou, mevrouw, ook aan het fietsen. Ja. Weet u welke kant u op moet? Nee, ik weet wel waar ik heen wil, maar ik kom er niet. Want waar wilt u naartoe? Naar Palazzo. Ja, ik wil een beetje dezelfde kant op. Ik heb geen idee. Nee, het is een beetje onduidelijk hier. Want u reed ook, net als ik, het schoolplein op? Ja, ik ging eerst nog via, want hier kon ik er niet overheen. Dus dan ging ik eerst nog via de overkant, langs het spoor, zeg maar, oversteken naar de Rietlanden. En bij de Rietlanden houdt het op. Dan word ik weer teruggestuurd, maar hier houdt het ook op. U heeft er al een paar kilometertjes extra op zitten? Ja, 4,5 om precies te zijn. Ben je serieus? Ja, ik ben eerst gaan zoeken, ja. 4,5 kilometer omgefietst? Ja. En nog niet gevonden? Nee. Nee, het is lekker weer, dus een fiets is leuk. Maar ik kom niet op mijn bestemming, nee. Maar komt het nou gewoon omdat één iemand een hek heeft dichtgedaan? Nou, ik denk het wel, want in principe zouden we bij de Rietlanden erdoor moeten kunnen, maar niet. En zo lijkt het erop dat je, om van de Tjalk naar de Waterwijk te komen, een omweg moet maken helemaal via het Centrum. Maar of dat klopt? Even naar de Waterwijk, mijn hemel. Wat ben ik aan het doen? Het kost wel een beetje moeite op deze manier. Geen idee welke kant ik op ga. Nou ja, ik zie je wel. Tot ziens, hè. Ja, de gemeente Lelystad laat in een reactie weten naar het bord bij de Rietlanden en het hek te gaan kijken. De gemeente zegt dat eerder op de route vanuit de wijk Tjalk de omleiding wel duidelijk staat aangegeven. Om het platteland leefbaar te houden, stimuleren de provincie en de gemeente in Flevoland allerlei initiatieven in de Flevolandse dorpen. Zo ook in Luttelgeest. Daar wordt met man en macht gewerkt aan de verbouwing van het dorpshuis De Bosfluiter. Voorzitter Ian Heel geeft voor onze rubriek Na het Nieuws een rondleiding. We zijn hier met heel veel vrijwilligers bezig met alles en nog wat. Hier zie je ons nieuwe grote zaal. We hebben een speciale plafond in laten maken. Voor de akoestische geluid, mooie LED-verlichting aangelegd wegens de energiezuinigheid. Dus hartstikke druk, iedereen is aan het werk. Ja. Is het hele dorp hier? Of? Nou, bijna wel. Elke zaterdagochtend hebben we klusochtend. En dan vragen we vrijwilligers op via WhatsApp-groepen. En vanochtend hebben we 20 man. Dit wordt het centraal punt van het dorp. Hier komen de verenigingen, hier komen de mensen om te... een feestje te bouwen. Dus als dit niet is, nou, dan denk ik dat we, ja, en dan valt er echt wat weg in het dorp. En dat zou heel jammer zijn. En dat is ook niet goed voor de leefbaarheid? Dat is zeker niet goed voor de leefbaarheid. Hier komt een biljarttafel te staan. En dit wordt een beetje bruin café idee. Dus we hebben een biljarttafel, we hebben straks een stamtafel. Er komen twee dartborden op. Zelfs vier. Dus vier dartborden erbij. En dit gaan we gewoon een beetje bruin café idee houden. Wij zien in het dorp, ook als Luttelgeest, wel heel veel mensen hier blijven wonen. Ook de jongeren willen hier blijven wonen. Er komen steeds meer woningen worden gebouwd. Als er echt niks te doen is, dan gaan ze toch een keer weg. Want we hebben geen winkels meer. We hebben wel een paar kappers. Maar en een tatoeagewinkel, en dat is het. Maar we hebben veel bedrijvigheid, maar niet sociaal. In het verleden hadden wij geen keuken. Ja, dat was hier, zeg maar een keukenblokje. Maar nu, omdat wij meer mensen willen ontvangen en de ontmoeting, de oudere mensen vanuit het dorp wil komen, hebben we een speciale keuken aan laten bouwen.
En hier gaan we 2 tot 3 keer in de week gaat de ontmoeting hier eten koken voor de ouderen in het dorp. Dus als dit wegvalt, zou dat heel zonde zijn. Dan gaan de mensen Luttelgeest verlaten. En dat is niet de bedoeling. Wij willen Luttelgeest levend houden. Dat is de idee hierachter. Het is van het dorp. Het is door het dorp gemaakt. We zijn nu met zoveel vrijwilligers. Iedereen is bij betrokken. En ik denk als dorp zijn, als Luttelgeest, kunnen we straks, als wij open gaan in september en we gaan hiervoor staan, kunnen we heel trots zijn om wat we bereikt hebben. Mo Hersie gaat voor ons op zoek naar zijn klasgenoten van 25 jaar geleden. Hij zat met ze in de topsportklas op het Egnaton in Almere. En die klas die was er voor tieners die op hoog niveau sporten. Vandaag ontmoet hij een van de weinige dames uit zijn klas, Martine Dijkstra. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Terug naar de topsportklas met Mo Hersie. En ja, ik heb niet mijn oude klasgenootje meegenomen, maar mijn eigen nichtje, Quinty Hersie. Ze is een Nederlands kampioen onder 12 geweest. En we staan hier bij de Almeerse schaatsvereniging, is dit? Ja, en want we gaan zo meteen een afspraak hebben met Martine Dijkstra, mijn oude klasgenoot. Die was ook schaatsfanaat en ze zit al te wachten daar. Dus let's go! Hallo Martine! Hi Mo! Dat is lang geleden. Ja, helemaal lang. Je hebt allemaal bekers meegenomen. Ik heb 2 bekers mee en ik heb een boek mee. En een boek. Maar jij hebt haar nog een beetje gecoacht toen ze nog heel jong was. Ja, heel klein. Ja. Niet zo heel veel hoor, want ze had een eigen trainer. Ja. Maar talent, ga jij alvast rondjes rijden en dan gaan wij verder in gesprek. Hoe is het? Goed. Ja. Jou ook? Ja, ik heb je echt al heel lang niet gezien. Hè? Nee. Wat doe je nu eigenlijk in het leven? Ik werk op kinderdagverblijf in Naarden. Ja. En ik ben, als ik thuis ben, moeder van 2 kinderen van 10 en 6 jaar. Ja. En die skiën er ook hier. Die skiën er ook hier, ja. En het schaatsen? Want ik weet dat jij echt gewoon heel gefocust was met schaatsen. Ja, nou, het schaatsen is op een heel laag pitje. Ja. En ik geef mijn eigen kinderen schaatsles. En dan geef je aan hoeveel kinderen geef je dan een schaatsles? Wij hebben meestal kinderen van bij jeugdschaatsen, dat zijn de allerjongste, dat zijn dan kinderen van 6 tot 12. En dat zijn er ongeveer 10 in een groepje. Ja, dit is ook weer zo'n talent, hè? Jij was vroeger ook een talentje. Ja. Waar is het bij jou misgegaan? Bij mij is het misgegaan omdat de mentaliteit een beetje weg was gegaan. Ja. Tot ik echt samen ging wonen, toen ging het mis. Oh. Dus je man is eigenlijk... Nee, want die was ook een schaatser. Ja. En die heeft nog echt wel een tijd doorgeschaatst en marathons gereden. Ja. En ik was er gewoon klaar mee. Op een gegeven moment merk je ook dat je niet de top gaat halen. Hè? Ja. En dan houdt het ook wel een beetje op. Dus dan ga je kijken wat de andere dingen zijn. Want ik had dat ook. Hè? Ik had ook op een gegeven moment, ik zat er heel dichtbij bij die top. En dan weet je op een gegeven moment, dat zijn veel betere. En dan is het best zuur, want je hebt zoiets van, je hebt zo hard geknokt. Dit is de promofoto van onze klas. Hier sta je dan. Ja, daar sta ik. En waar ben jij? Ik ben degene die de foto gemaakt heeft. Nee. Maar ik sta er niet op. Wel. Nee, ik sta er niet op. Ah, je was er toen al uitgestuurd, denk ik. Ja. Waar ben jij? Hey, maar als we dan zo kijken naar die topsportklas, als we terugdenken. Wat heeft de topsportklas jou een beetje opgeleverd? Nou, de topsportklas heeft mij wel in ieder geval opgeleverd dat ik in leerniveau heel erg omhoog ben gegaan. Ik kwam van een speciaal onderwijsschool en ik moest eigenlijk ook naar een lager niveau toe. En toen ben ik uiteindelijk toch in de topsportklas terechtgekomen en daar zaten natuurlijk alle niveaus door elkaar heen. En ik weet dat de 2 meiden die bij mij samen in de klas zaten, die konden Adari, goed en Laura, konden heel goed leren en die hebben mij echt heel goed geholpen. En daardoor ben ik gewoon toch op mijn MAVO terechtgekomen en anders was het gewoon qua schoolniveau. Ja, had ik heel veel moeite gehad. Ja? En zij hebben echt heel goed geholpen. Is er nou iets waarvan jij zegt van, dat zou ik heel graag willen meegeven aan jongens en meisjes die graag willen topsport ambiëren? Nou, dat je vooral plezier blijft houden in de sport en dat het ook allemaal leuk moet zijn en niet altijd moeten. En ja, natuurlijk, je moet lekker veel sporten, maar als het een keer niet gaat, hou dan niet vast aan dat het niet meer gaat, maar ga gewoon lekker weer verder en onthoud vooral hoeveel plezier je ergens in hebt. Ja. Zo, Martine, super bedankt voor jouw tijd en jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende topsportklas met Mo Hersie.
En dat is morgen al. En dan is het met voetballer Jordi van Wijk. En dit was Flevoland voor vandaag. Meer nieuws op omroepflevoland.nl. Ben je nou heel geïnteresseerd in het nieuws uit je woonplaats, Dronten bijvoorbeeld, maar heb je niks met Almere, dan kan je het nieuws ook filteren op gemeente. Dat kan zowel op de website als in de Omroep Flevoland app op je telefoon of tablet. Geniet van je avond en heel graag tot morgen.